Vis, vis mij. Vis mij met al je kracht. Nee, nee, nee. Hallo, beste kijkers van Gamen met Floske. Ik ben Floske met een nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Ik wou zeggen high-level gameplay van Clash of Clans, maar dat is natuurlijk niet gepast. Dus we spelen nog eens Skywars in natuurlijk de grootste map. De grootste map van Skywars, Biomes heet die. En ik heb er heel veel zin in. Het begint bijna. Nog 14 seconden. Dus ja. Ik heb ook met points kun je dus kits kopen. En ik heb Swordsman level 3 pakket gekocht. Dat kost dus 750 punten. En punten krijg je als je per keer dat je overleeft. Dus ik ga het straks laten zien als er iemand doodgaat. Krijg je dus points. En ja. De gear is al redelijk goed. We hebben een mooie borstplaat. Lekker chill. Kijken of we hier nog een chest vinden. Ja, hoppa. Wow, borstplaten zijn. Normaal krijg ik er nooit en nu heb ik er 3. Oké. Okay. Ja, weet je, waarom niet? Dat is beter. Dus mijn zwaard die ik nu heb, heeft 8,5 attack damage. Dat is beter dan een diamond sword. Dus dat is nice. We gaan ook even reorganiseren. Niet nodig, niet nodig. Niet nodig. Die kunnen we wel gebruiken. En kijk, één iemand is dood, je krijgt 1 point. En zo krijg je per player die doodgaat een point. Tenzij jij doodgaat. En je kunt dus ook punten krijgen. Als je wint, dan krijg je extra punten. We gaan even deze bottles op ons gooien. En hoppakee. Laten we ook al meteen even wat hout hakken, zodat we snel aan de overkant kunnen. Naar een ander eilandje kunnen, bedoel ik. En ook wat overzicht hebben, want... Zit daar nu iemand? Ik dacht even dat ik een naam zag. Ik schrok mij dood. Maar met het hout hebben we wat beter overzicht, want nu zitten overal de blaadjes in de weg. Dus laten we zorgen dat die blaadjes weggaan. En we gaan ook al meteen... hout erbij. Dus het is een win-win situatie. Dat is lekker handig. Toch even kijken of er nog niemand naar mij toe komt. Nee, gelukkig. Gaan we je pakken? Ah, je ging net weg. Heb je geen zin in een feestje of zo? Ah. Oké. Hoppakee, dat is lekker handig. Deze boom nog. En die nog. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Boom. Laatste boom. Hebben we ook helemaal genoeg gehad. Voilà. We hebben ruim voldoende gehad. We hebben alleen geen pijlen. Dus we gaan... We kunnen naar het midden gaan. In principe. We kunnen ook naar een ander eilandje gaan. Oh, daar... Die gast heeft niks. We gaan naar die gast. Ik ben echt bang. Ik ga ervoor. Ja, probeer maar met je sneeuwballen. Van mij mag het. En nu heeft hij al zijn sneeuwballen gegooid. Wajo. Ah. Dat is jammer. Kom maar op als je durft. Oh, nee, 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 nee. Nu moet ik hier een... Ja, zo. Wauw. Impressionant. Zo impressionant. Vis, vis mij. Vis mij met al je kracht. Nee, nee, nee.
Oh my god. Oh my god, dat had ik nu echt niet gedacht. No way. Oké, dat was de eerste partijtje. We gaan door naar de volgende. Dat was echt een faal. Kijk, zie de profiteur al naar mijn eilandje gaan. Oh my god. Oh my god. Maar ja, we gaan door naar de volgende. Hier zijn we weer met de volgende partij, weer in de biomes map. En ik vind de biomes map wel heel erg leuk, om twee redenen. Veel points krijg je erin, omdat er veel kills gebeuren. En ook gewoon, het is gewoon cool dat er zoveel mensen zijn. Alleen het enige gevaarlijke is, je wordt veel sneller afgemaakt. Dus als je pech hebt, zit je in de binnencirkel zoals mij. En dan is het veel moeilijker. Je moet eigenlijk, het handigste is om in de buitencirkel te zitten. Kun je veel meer naar andere eilandjes gaan en zo. En dat is gewoon veel handiger. Maar wij zijn nu hier, we moeten niet klagen. We gaan het gewoon proberen te winnen. Maar de map biomes winnen, daar moet je toch al redelijk veel geluk bij hebben. Want het is natuurlijk ook, hoe moet ik het zeggen? Er zijn veel meer mensen. Wauw, dat heb ik echt slecht gezegd. Maar er zijn veel meer mensen, dus het is ook gewoon een beetje moeilijker om hier te kunnen winnen. We gaan even deze stammen weghakken. En waar is ons? Waar is onze chest? Ik zoek mijn chest. Ik zoek mijn chest. Nee, dat is niet mijn chest. Ik weet dat er een chest zit, dat weet ik gewoon. Kom op. Ik zoek je. Ik weet het gewoon, maar waar zit die dan? Ja. Oh, boog. Ja, man. Ja. Dat is zo nice. Wauw. Wauw. No way. What the hell zijn dat voor domme mensen? Wauw, gewoon wauw. Oké. Dat was raar. Dat was immens raar. Die sprongen gewoon. No words. Ik heb er geen woorden voor. Dat was gewoon. Dat was dom. Ja. Dat was heel erg dom. Nu kunnen wij wel naar dat andere eilandje hier gaan. En we gaan eens kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Heeft hij überhaupt deze chest heeft hij niet eens open gedaan. Dus laten we eens kijken wat erin. En wow. Wajo. De stuff is ook weer. Nice. Dat is nice. Supergoed. Oké, we zijn wel nice bezig, vind ik. We gooien deze dingen naar beneden die we niet nodig hebben. En helm ook. We moeten onze inventory wel een beetje clear houden. En ja. We gaan eens kijken of we nog mensen kunnen killen. Heeft hij hier dan zijn chest gepakt? Of heeft hij gewoon geen chest gepakt? Oké, vast wel. Hoppakee, nog iemand. Deze gaat goed, deze gaat echt goed. We gaan naar zijn eilandje gaan. Als we dat overleven natuurlijk. Want ik schiet die mensen eraf. Ik schiet hun eraf terwijl zij een brug maken. En ik maak nu ook een brug. Dus het zal zeker niet zo zijn dat ze mij nu niet zien. Dus
Ik moet echt enorm goed oppassen. Ja. Nee, please. Nou, ik kan ze niet raken. Oh nee, hij mikt, hij mikt. Oh my god. Daar had ik werkelijk geluk. Ik moet doordoen. Ja, ik moet dringend doordoen. Kom op, kom op. Please. Please. Nee! Oh my god! Dat heb ik niet gezien. Dat had ik niet gezien. Dat had ik niet gezien. Dat had ik niet gezien. Waar staat hij ook? Ik zie niemand. Ja, we zijn erop. We eten golden apple. Nee. Oké, dat is jammer. Ik wil jullie als eerst heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Skywars. Blauwe duimpjes worden zeker geapprecieerd. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Check ook even Gamen met Froske op Twitter en op Facebook. Ik heb daar de links staan in de beschrijving en ik post daar soms dingen. Ik post daar ook wanneer er een nieuwe video online is. En ja, ik zie jullie dan later weer bij de volgende video weer terug. Laters.